Oké, dan gaan we hier kijken naar nog een andere vorm van een beetje sculptor-achtige. Product bijvoorbeeld. Stel je voor dat het zo loopt. Gaat over. Van een. Ja, van zo'n cilindervorm. Stel je voor dat het is de bovenkant. Dan hier zo een display op kunnen hebben. Loopt over naar zo'n mooie plaatje. Ja. Zo. Oké. Ja. En in dit geval dan gaan we weer door de randen heen. Met een C5 deze keer. Ja, hier heb ik een beetje slordig geweest. En dan hier die kant. Volgen. Door. En ja, dit is niet een heel dikke zwarte lijn. Dit is een C5, een beetje grijzig. Dus hier mag ik nog een interne lijn ook mee pakken. Zonder dat het verkeerde kant op gaat. Nou, dan gaan we hier weer een probeerse doen. Want ik wil het niet verkeerd inkleuren. Maken we een mini-tekeningetje. En gaan we kijken naar wat zo goed zijn. Dan komen we bijvoorbeeld bij de C3. En dan een beetje zo. Ja, dat is wel een beetje dikker en daar een beetje dunner. Welkom in onze Oh, hier tutorial wel on gaat how to onze sketch. tweede daartussendoor. Dat stoppen we. Hoe gaan we dit doen? Die kant loopt het. Dan zo. Dan hier ook. Zoiets. Heb hier nog een dunne lijn dat het een beetje asymmetrisch wordt. En daar een beetje vanaf die kant. Een beetje grijs daarin. Oké. Dit heb ik bij de vorige al uitgelegd. Dat we willen hier eigenlijk een mooie licht op de rand, dat je ziet dat het een rand is en het valt zo weg in de verte. Vanaf die kant kunnen we voorstellen dat daarachter komt een beetje schaduw terug. En de rest kunnen we eigenlijk vrij mooi licht houden. Ik wil wel een beetje duidelijk maken dat het hier tot die rand loopt. Ja? Dus een beetje dikker maken. Met de grijs. Dat is mooi zo. En dan zullen we hier ergens daar iets op display kunnen zetten. Ik zal niet zo snel weten wat. Gaan we hier nog een beetje. Kunnen we hier een beetje. Ik vind het nog weer een beetje saai aan wit. De C1 gaan we misschien van achteren naar voren een beetje dicht laten vallen. Dan hebben we hier ook een mooi contrast. Ja, dat ziet er meteen veel beter uit. En eigenlijk misschien wat handig is om deze bovenkant een beetje donkerder te maken. Dus deze hele kubus daar wordt eigenlijk één kubus. Wat praat ik over? Het is een cilinder. Maar de kopje wordt hier eigenlijk, de hele ding wil ik dat het een beetje, dit een beetje displayachtig wordt. Vanaf hier. Een andere soort transparant materiaal. Oké. En nog een beetje reflecties overheen. Mooi zo. Ja?
En dit soort dingen, hoe je zo'n reflectie doet, dat is eigenlijk als je veel schetst, dan krijg je een beetje gevoel voor. Als je dat nog niet hebt, dan ga je verschillende versies uitproberen. Ja, die ze ook heel anders kunnen zijn. Dus wat ook zou kunnen, dat hier een heel andere belichting plaatsvindt. Ja, dus dit zou ook kunnen. Dit is ook kan iets moois zijn. Dan loopt het zo verder. Wat belangrijk is, dat het is ja, een beetje een mooi contrast hebben waar je licht hebt en donker. Een beetje logisch welke rand je lichter wil of donkerder. Maar er zijn heel veel wegen naar Rome. Ja, nou ondertussen, dat is een beetje uitgedroogd hier, zie je dat het hier ook een beetje nog een zet ik nog een beetje donkerder in en doorheen. Als het donker ligt, dan in mijn tijd wordt het lichter als het droogt. En dan zie je dat het een beetje zijn contrast verliest. En dan kan je nog extra laag toevoegen. Goed. Nou, en dan willen we hier ook iets op de display zetten. Deze keer zag ik. Ja, is goed. Ik heb eerst met het potlood overheen getekend, zodat ik een beetje het gevoel krijg dat het heel dat ding eruit moet zien. Dan komt hier. Ga ik deze keer opzetten. Ja, en zoiets hieronder nog een beeldscherm kunnen zijn. Nou, dat weten we niet. Maar op die manier heb ik weer een mooie sculptuurvormige apparaat gemaakt. Ja, wat ik nog wil laten zien, dat gaan we zien in de volgende filmpje.